Goedenavond allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. Vanavond bij de oriënterende ronde. Ik wil doorgaan met het vaststellen van de agenda. Aan jullie de vraag of dit agenda jullie goedkeuring kan wegdragen. Dat is het geval, zie ik. Dank daarvoor. Dan gaan we best al over snel. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 3, het spreekrecht. En dan wil ik graag de heer Bakker namens CBS De Wiekslag, Kinderopvang Wiekwijs en Dorphuis Heumansbelt naar voren vragen om zijn bijdrage te leveren. Neemt u plaats, heer Bakker. U heeft 5 minuten om uw bijdrage te doen. En ik wens u heel veel succes daarmee. Oh, dank u. Hij staat al aan. Graag wil ik u bedanken dat ik hier namens de school en het dorpshuis het woord tot u mag richten. Mijn naam is inderdaad Jan Bakker en ik ben directeur van de school en de kinderopvang. Op 10 maart 2011 vond in wat toen nog Landhoeven Zwiesenborg heette de eerste vergadering plaats die zou moeten leiden tot een integraal huisvestingsplan voor de periode van 2012 tot 2020 voor het primair onderwijs. In de eerste maanden van 2010 had de gemeente een externe partij een visie op de huisvesting voor het primair onderwijs laten ontwikkelen. En ik ben mijn archief ingedoken en ik heb inderdaad de agenda nog terug kunnen vinden. Eerlijk gezegd kan ik me van die visie niet zo heel veel meer herinneren. Wel dat er op de tafel een grote schaal met cake stond, ingepakt in folie. En niemand heeft van die cake gegeten. Ja, waar lagen mijn prioriteiten toen, zou je je af kunnen vragen. In ieder geval hebben besturen en gemeenten vanaf dat moment niet stilgezeten. En uiteindelijk heeft dat, telkenmalen in goede harmonie, geleid tot het plan met de titel Stip op de horizon. Voor 2020 zouden 6 nieuwbouwprojecten gestart, dan wel afgerond moeten zijn, alsmede een groot aantal verbouw- en of renovatieprojecten. En dit laatste was in bestuurlijk Nederland, tenminste die voor het onderwijs, niet gewoon. Een goede harmonie, liet ik al vallen. Hoewel gemeente en schoolbesturen soms tegengestelde belangen kunnen hebben, stond 1 punt niet ter discussie, namelijk in elke kern een levensvatbare school, zodat kinderen zo thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen krijgen. En met dat uitgangspunt kregen ook de kleinere kernen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te profileren. En dat laatste hebben we in Bruchtenveld zeker gedaan. Door het sluiten van de toenmalige Peuterspeelzaal heeft het schoolbestuur 6 jaar geleden de verantwoordelijkheid genomen om in eigen beheer, en daarmee waren we de eerste die in de gemeente dat aandurfde, een kinderopvang te realiseren. Op die manier werd het kindaantal veiliggesteld en voorkomen dat de kinderen naar opvang en dus ook scholen in de omgeving zouden gaan. Plaatselijk Belang heeft diverse werkgroepen in het leven geroepen om te kijken naar economische, zorg- en woonaspecten die de aantrekkelijkheid van het dorp zouden kunnen vergroten. En het integraal huisvestingsplan heeft er mede toe geleid dat niet alleen gekeken is naar onderwijs en kinderopvang, maar ook naar het woonaspect voor senioren. Immers het realiseren van woningen voor senioren zou ertoe leiden dat huidige woningen vrij kunnen komen, wat weer een extra aantrekkende waarde voor nieuwe gezinnen als gevolg heeft. Dat deel heeft ertoe geleid om op het schoolterrein 5 seniorenwoningen te plaatsen. Een initiatief dat ook door de gemeente werd toegejuicht, gezien de vraag om de bouw daarvan naar voren te halen. Overigens heeft de woonenquête, die Plaatselijk Belang in samenwerking met opnieuw de gemeente heeft laten uitvoeren, deze werkwijze behoorlijk ondersteund. Gedurende het proces van ontwikkeling nieuwbouw werd duidelijk dat de leefbaarheid van het dorp hoge prioriteit had en heeft, en dat ervoor gezorgd moet worden dat beschikbare faciliteiten zoveel mogelijk met elkaar op zouden moeten trekken en daar waar mogelijk elkaar versterken. Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijke oproep voor een kunstgrasveld door de voetbalschool en Plaatselijk Belang van een aantal jaren geleden. En in het voorstel wat vanavond ter bespreking voor ligt, heb je kunnen zien dat er een verregaande samenwerking tussen het dorpshuis en de school is ontstaan. Zoals in elk proces van het aangaan van een samenwerking was dat in dit geval ook een zoeken naar de zaken die elkaar zouden kunnen versterken. En die hebben we gevonden in met name het gebruik van elkaars mogelijkheden met respect voor de eigenheid daarvan. Een speellokaal in een school? Dat is jammer van het aantal vierkante meters als het dorpshuis een gymzaal heeft. Vergaderruimtes over en weer kunnen overdag ingezet worden als onderwijsruimte en 's avonds voor lokale activiteiten. Energie, ICT, veel goedkoper en efficiënter om daar gezamenlijke oplossingen voor te bedenken. De keuken biedt veel mogelijkheden tot het toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden als het gaat om samenwerken, toepassend leren enzovoort. Kortom, denken in kansen waarbij alle partijen, ja ook de gemeente, voordeel bij hebben. Voorzitter, ik sluit af. We hebben vanavond gebruik willen maken van het inspreekrecht om uw raad, voor zover dat nog niet duidelijk was, uit de toelichting bij het voorstel, het belang, de complexiteit, maar vooral de samenhang binnen dit project te benadrukken, waarbij eigen investeringen niet uit de weg zijn gegaan. Iedere keer op zoek naar een betere toekomst voor het dorp, de bewoners, maar zeker voor de kinderen. En daarmee zijn we terug bij het belang wat de gemeente en besturen hebben verwoord in de Stip op de horizon. In elke kern een levensvatbare school waar kinderen zo thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen krijgen. En Bruchtenveld heeft daaraan toegevoegd vanuit een gezamenlijk streven om duurzaam en toekomstbestendige leefbaarheid en dorpsbelang te realiseren. We zijn trots op het plan wat er nu ligt en popelen om 8 mei, één dag na definitief besluit, de schop de grond in te krijgen. Zodat 8 jaar na plannen maken de droom realiteit wordt. Ik dank u en uw ambtenarenapparaat en met name Erik Hakkert, en dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, voor de manier van meedenken en het belang dat ook u geeft aan in eerste plaats goed onderwijs in goede en adequaat ingerichte gebouwen. Maar ook aan het tonen van initiatief tot versterking van de lokale mogelijkheden. Namens het besturen van het dorpshuis en de schoolkinderopvang wens ik u succes met uw besluitvorming. Dank u wel voor uw mooie bijdrage. Blijf ze nog even staan voor het beantwoorden van eventuele vragen. En ik kijk daarvoor rond. Dat het geval mag zijn. Dat is niet het geval. U bent volledig duidelijk geweest. Dank u wel. Ja. Excuus, ik ben wat slecht bij stemmen vanavond, dus u zult het ermee moeten doen. We zijn inmiddels aangekomen bij agenda punt 4. En dat doen we alvorens we verder gaan met agenda punt 5. Het huisvestingsplan waar zojuist de heer Bakker over aan het inspreken is geweest. Maar nu eerst agenda punt 4, vaststellen van het bestemmingsplan Bouwbrug. En dat betreft de woonlocatie Takens. En ik... kijk even rond wie daarvoor het woord mag geven. Volgens mij is dat op koers naar elke partij. En de Partij van de Arbeid na. Dan ga ik in dit geval beginnen bij 50PLUS. Heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ons opvalt in dit hele plan is dat er geen energiebesparende maatregelen zijn genomen. Waarom wordt die niet uitgaafsloos gebouwd? Ook de voorgevel van Takens missen wij in dit geheel. Wij waren in de veronderstelling dat de voorgevel van Takens zou blijven bestaan en geïntegreerd zou worden in de nieuwbouw. Dank u wel. Partij van de Arbeid niet. Kijk, voor de zekerheid nog naar op koers, ook niet het geval. D66 wel het geval. D66. Voorzitter... dank u wel. Is er naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze, is er door de wethouder toegezien of de projectontwikkelaar in voldoende mate de omwonenden heeft meegenomen in het proces? Dat is mijn vraag. Dank u wel. Dank u wel. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. In aanvulling op de vorige sprekers eigenlijk een paar opmerkingen van de zijde van de VVD... De PV is blij dat er op zich een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt op het Takensterrein. Dat werd ook nodig. De vraag over de gegevens die is allemaal gesteld. Wat ons betreft is ook de zienswijze overigens adequaat gereageerd en zorgvuldig. Het enige waar mijn fractie nog wat vragen over heeft is over de brief van Balkbrug 2025. En we hebben daar al eens eerder op aan gerefereerd. Omdat er in dit huis tegenwoordig heel veel te doen is over participatie. We willen graag dat iedereen betrokken raakt bij ontwikkelingen die de gemeente voor heeft. En dan is er een stichting die zich er heel druk van maakt, hè, die heel veel overleg heeft, die daar veel van vindt ook, hè, die ook goede ideeën heeft of in ieder geval een structurele bijdrage. En ik lees uit die brief een beetje dat zij zeggen, ja, wij willen niet geen zand in de raderen gooien, wij dienen ook specifiek geen zienswijze in, maar, lees ik zo tussen de regels door, wij vinden er wel wat van. Wij hebben veel aanbevelingen gegeven, wij hebben veel bijdrages geleverd, veel overlegd. En we zien dat niet altijd even goed terug in het besluit zoals het uiteindelijk uitgevoerd wordt. En in uw reacties, schriftelijk, geeft u wel heel veel dingen weer. Zegt u wel van, nou, hè, daar denken wij wat anders over. Maar ik denk dat u voor een vervolg er beter aan zou doen om niet zozeer te reageren op zo'n reactie, maar in het voortrek ervoor te zorgen dat als mensen de moeite nemen, of een bepaalde stichting of welke groep van bewoners ook, om die niet alleen te betrekken in het proces, maar ook bij de uitvoering zodanig rekening mee te houden dat ze zich ook herkennen in het hele proces. En dat het niet iets wordt van, nou ja, dank, we hebben het gehoord, maar vervolgens gaan we daar zelf mee aan de haal. Dat is een beetje wat ik ervan lees. Nou bedoel ik het niet negatief, maar als een aanbeveling, u zou de volgende keer er goed aan doen om, als u mensen bereid wil vinden om te participeren in welk proces dan ook, om ze niet alleen in het voortrek te betrekken, want dan kost het alleen maar tijd, maar ook ervoor te zorgen dat ze zich in de uitvoering heel erg en zorgvuldig terugvinden. Dank u wel. Dank u wel, Gilling. De heer Jager. Goed, GroenLinks heeft vragen over de ingetrokken zienswijze van coalitie Balkbrug 2025. In de beantwoording op deze zienswijze wordt een groot deel van de vragen van de coalitie Balkbrug beantwoord, maar toch hebben wij nog enkele vragen voor de wethouder. In het kader van de aanstaande Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende Omgevingsvisie/Omgevingsplan voor Hardenberg moeten gebruikers en bewoners van een gebied in de planfase worden betrokken om draagvlak te vormen en bezwaren vooraf kenbaar te maken. Een dorpsvisie zoals die van Balkbrug speelt hierin een essentiële rol. Een dorpsvisie is immers opgesteld door dorpsbewoners naar hun wensen voor Balkbrug voor 2025 te vragen. Toch zijn niet alleen inwoners van het dorp en de gemeente hierbij belangrijk, ook lokale ondernemers en niet zo lokale investeerders of projectontwikkelaars horen bij dit netwerk van actoren voor de ontwikkeling van het dorp. De laatste twee genoemde partijen lijken naar aanleiding van deze zienswijze niet helemaal correct te zijn betrokken bij de dorpsvisie. Dit is een gemiste kans voor nu en een duidelijke les voor de aanstaande ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp, zoals bijvoorbeeld Sluis 5 en de te ontwikkelen open plek naast de supermarkt. Een dorpsvisie als deze is een gebiedsgerichte uitwerking van de Hardenbergse omgevingsvisie. Het is eigenlijk een onderdeel van hetzelfde plan. Ervaart de wethouder dit op dezelfde manier, of is er toch enige afstand tussen een dorps- en wijkvisies en de centrale omgevingsvisie van Hardenberg? Is het voor de wethouder, net als voor de coalitie Balkbrug 2025, het doel om een gedragen omgevingsvisie voor Balkbrug te schrijven en deze samen met de coalitie Balkbrug tot stand te laten komen? Of wordt er bewust gekozen voor een traditionele samenwerking met ontwikkelaars en investeerders zonder de dorpsvisie hierbij te betrekken? Ten slotte kan worden toegezegd dat bij ruimtelijke ontwikkelingen elders in de gemeente de lessen uit deze casus worden meegenomen en dorps- en wijkvisies voortaan leidend worden bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied van deze visies. Tot zover onze vraag. Dank u wel. Dank u wel voor uw zeer uitgebreide bijdrage, meneer Jager. Ik kijk even naar het CDA, wie ik het woord mag geven. Mevrouw Mensing. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn vanuit CDA heel erg blij met de planvorming voor Balkbrug, waar veel staat te gebeuren. Ik sluit me ook volledig aan bij wat 50PLUS aangeeft over de energie-neutraalheid. De gemeente heeft aangegeven we willen een stimulerende rol vervullen. Onze vraag is op welke wijze dat gaat gebeuren binnen dit plan. Ook sluiten we ons zeker aan bij wat al genoemd is door VVD en GroenLinks. Wij vinden het heel belangrijk dat de coalitie 2025 en ook anderen goed mee worden genomen in het plan. Ik denk dat dat wel helder is uit het voorgaande. Waar wij verder echt aandacht voor willen vragen is toch de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Want in het raadsvoorstel staat wel dat er goed is gekeken naar de ontsluiting van Takenshof. Maar nergens wordt hier in de relatie gelegd met bijvoorbeeld de evenementen die in de Diamanthal zijn. Hè. Dat is veelal toch bezoekers met groot vervoer, paarden, trailers, etc. Maar ook bezoekers van het naastgelegen sportpark. Noem daarbij nog even het zwembad wat ontzettend trekt in de zomer. Ik ben zelf vaak in Balkbrug en ik verbaas me wel eens over de verkeersveiligheid, ook voor kinderen die daar langs zouden moeten fietsen. Al eerder heeft het CDA samen met VVD daarvoor een motie ingediend om het breder te trekken. Onze concrete vraag is welke ruimte is er nu het ook het momentum is van zeg maar, die onderdoorgang in Balkbrug. Om veel strategischer te kijken naar bijvoorbeeld ook de ontsluiting via de N377, via Katingenveld. Kan de gemeente daarin nog wat breder kijken dan alleen de ontsluiting van Takenshof? Vinden we een zeer belangrijk punt. En als laatste hebben we nog een vraag over de restricties, voorwaarden of eisen die de gemeente aan de ontwikkelaar heeft meegegeven. Als het gaat om het zo aantrekkelijk en betaalbaar mogelijk houden van de woningen binnen de planvorming. Daar speelt de coalitie 2025 ook een rol in. Ze geven aan van kijk goed, wat hebben ouderen en jongeren nodig om zeg maar, in die wijk prettig te kunnen leven. Te denken valt aan een speeltuin of beweegtuin voor ouderen, wat ook maar de vraag is. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Oding. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het gras is wel gewoon van mijn voeten weggemaaid, om het zo maar te zeggen. Ook wij hadden een tweetal onderwerpen die ging over de duurzaamheid. Met name die duurzaamheidsopgave. Het is wel duidelijk geworden dat zeg maar, het college de mogelijkheid had, juist met dit plan, om zeg maar, daar ook gasloos of in ieder geval een duurzame ontwikkeling te doen. Er zijn een aantal andere locaties in Balkbrug waar al de nodige infrastructuurwerken zijn uitgevoerd. En ook in navolging van wat de VVD al heeft gebracht, vinden wij hier ook wat van als het gaat om zeg maar, toch die brief van de coalitie Balkbrug. En, ik denk dat we, zo mooi als de inspreker het verwoord heeft, hè, hoe het ook kan, zeg maar, dat zie ik in dit stuk niet terug. En dat vinden wij wel jammer. En we zijn ook wel heel erg benieuwd wat de wethouder daar zelf van vindt en hoe hij dat in de toekomst denkt op te gaan lossen. Dank u wel, duidelijk. Ik kijk naar de portefeuillehouder of hij al zover is. Dat is het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Breukeman. Dank, voorzitter. In juli vorig jaar hebben we het ontwerpbestemmingsplan hier in de raad gehad en ook besloten om deze ter inzage te leggen. En vanavond heeft u het bestemmingsplan op de agenda, eerst oriënterend over 2 weken in de besluitraad. En ik denk dat er daarmee voor Balkbrug een mooie kwaliteitsimpuls gaat plaatsvinden. De locatie van de Meppelenweg 7 in Balkbrug verandert van leegstaand bebouwing met groot parkeerterrein naar woningen, parkeergelegenheden, groen en een ontsluitende weg. En in het bestemmingsplan dat voor ligt geeft u daarvoor de ruimtelijke kaders aan. En in dat gezamenlijke of beter gezegd gecoördineerde procedure van bestemmingsplan en omgevingsvergunning geeft u de ruimtelijke kaders weer binnen de activiteiten door het college kunnen worden vergund. En doordat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning tegelijk oplopen, is er al veel bekend over de invulling van de locatie. En dat is normaliter bij een bestemmingswijziging niet altijd meteen al het geval. Maar hier wel, en dat komt ook goed uit, omdat een aantal vragen die u heeft gesteld ook daar direct aan raken. Dan, als ik doorga naar die vragen, voorzitter, om maar even te beginnen over de vragen die gesteld zijn over betaalbaarheid. Het CDA voegt daar ook naar. De betaalbaarheid van woningen is natuurlijk sec niet iets wat je vastlegt in het bestemmingsplan. Het is niet iets wat je daarin afspreekt. Maar wat je wel kunt doen is in het bestemmingsplan kijken, wat wordt nou de bebouwingspercentage? Hoe groot worden de percelen? Wat zijn de bouwlagen, de groothoogtes? En daarmee probeer je natuurlijk wel te sturen op wat voor type woningen zeg maar, in zo'n gebied kunnen komen. Naast de overleggen die natuurlijk ook met de initiatiefnemer hierover worden gevoerd. Nou, die initiatiefnemer is al drukdoende ook om woningen in de markt te zetten. De laatste informatie die ik heb gekregen is dat er momenteel 15 woningen zijn verkocht. Waarvan er ook nog 3 zullen worden verhuurd. En het aantal huur kan ook nog verder oplopen als het aantal totaal verkochte woningen ook nog oploopt. Het totaal van die woningen laat een mix zien van zowel tussenwoningen op statusniveau, hoekwoningen. En ik geloof even uit mijn hoofd 2 half vrijstaande woningen en 2 vrijstaande woningen die in het plangebied zitten. En daarmee komt volgens mij een mooi gemixt aanbod bij voor Balkbrug. Ja, en wat doe je dan ook met jongeren die bijvoorbeeld nog niet kunnen kopen in Balkbrug? Daar stond volgens mij vorig jaar ook bij stil bij het ontwerpbestemmingsplan. En die vraag heeft me ook nog bezig gehouden na de discussie die we hier hadden rondom het programma Wonen. Nou, het volgende heb ik daarmee gedaan. Op 11 april gesproken met de nieuwe corporatie. En hen ook dringend verzocht om nog dit jaar, dus nog in 2019, te starten met 10 tot 12 woningen in Sluis 5. En zoals het er nu uitziet, gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren. Sociale huur dus. En daarbij heb ik ook de vraag gesteld of daarbij voorrang kan worden gegeven aan jongeren die uit Balkbrug zelf komen. En dat is een vraag die zij nu nader onderzoeken. Dan de duurzaamheid, voorzitter. Er werd even de indruk gewekt dat er heel weinig met duurzaamheid gebeurt, omdat er nog een aansluiting is voor het gas. En de gemeente werd ook gevraagd, nou, wat is nou de stimulerende rol van de gemeente? Maar ik merk daar ook graag bij op dat niet alleen de gemeente de samenleving wil stimuleren, maar dat de samenleving zelf ook al heel actief dit vraagstuk oppakt. En heel concreet betekent dat voor dit plan dat alle woningen worden voorzien van zonnepanelen. Wat ik begreep is dat tot nu toe de helft van de kopers ook kiest voor de optie om gebruik te maken van een lucht-water-warmtepomp. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. Daarnaast kiezen een aantal mensen voor vloerverwarming, zodat op termijn ook nog de ketel vervangen kan worden door een warmtepomp. En ook bij de verkaveling is rekening gehouden met zoveel mogelijk, in ieder geval voldoende zon. Een kleine stap naar het klimaat erbij. Vond ik zelf mooi om ook terug te zien. Heel mooi stuk groen in het middengedeelte. Waar je ook, zeg maar, klimaatadaptieve maatregelen kunt nemen. Maar waar je ook nog in de toekomst in zou kunnen gaan op speel- of ontspanningsvoorzieningen. Daar is dan ruimte voor. Voorts werd nog gevraagd naar de ontsluiting. En zou je dat willen bekijken in een breder perspectief? Ja, daarbij is het zo, voorzitter, dat we zeker kijken naar het breder perspectief in Balkbrug. Zeker gezien de ontwikkelingen die plaats gaan vinden rondom de N377. De kernbalkbrug moet daardoor ook ontlast worden eigenlijk. De verkeersstromen afnemen. Waarbij verkeerskundigen overigens melden dat de toevoeging van deze woningen, ja, dat nou niet een toename is waarvoor extra maatregelen genomen zou moeten worden. Maar als het gaat om het brede bekijkend perspectief, hè, de 4 kwadranten die er zijn, om daar in het proces mee te gaan aan de voorkant. Ik wil daar zo ook nog wel even iets over zeggen. Daar gaan we zeker over in gesprek. Niet alleen ik vanuit de ruimtelijke ordening, maar ook met collega Ten Katen voor lokale infra die daar moet worden aangelegd. Vraag gesteld over de gevel. Kan de vorige gevel niet behouden worden? Nee, dat bleek gewoon, zeg maar, in de bouwtechnische staat van het geheel niet te kunnen. Er is wel gezegd, het is een beeldbepalende plek. Dus er moet ook iets beeldbepalends terugkomen. Dat is beoordeeld door de welstandscommissie en de stadsbouwmeester. En die hebben geoordeeld dat voorliggende plannen daar voldoende in voorzien. Belangrijk om ook nog even stil te staan bij communicatie. Want als coalitiepartijen, de coalitiepartijen uit Balkbrug wel te verstaan, het gevoel hebben dat ze te weinig gehoord zijn, dan is dat natuurlijk vervelend. En dan moet je kijken hoe je dat kunt verbeteren. Echter hecht ik er ook aan te melden dat ik vanuit Balkbrug ook wel andere signalen krijg, maar wil tegelijkertijd ook een geste doen aan de briefschrijvers. Ik ben van mening dat er wel degelijk voldoende contact is geweest. Ambtelijk in april, in oktober, bestuurlijk in november. En ook onlangs hebben we nog gesproken en gaan we ook nog spreken over de invulling van de kwadranten. En hoe we het proces daarover moeten invullen. Maar misschien bedoelt u te zeggen, misschien bedoelt de coalitie Balkbrug te zeggen, voorzitter, dat de momenten van contact tot nu toe vooral informatief zijn geweest. Informatief van karakter, terwijl het nieuwe besturen vraagt om het ophalen van en openstaan voor input uit van de samenleving zelf. Wij zijn daar in dit geval niet de enige partij in, maar als dat de handschoen is die ons wordt toegeworpen, dan pakken wij die handschoen met alle graagte op, voorzitter. En ik denk dat ik daarin de vragen heb beantwoord. De heer Jager wil nog een beduidende vraag stellen. Ja, ik denk dat in meer of mindere mate zijn wel de vragen beantwoord. Maar toch heb ik nog niet volledig alle vragen of alle antwoorden scherp. Nou, ik vind het heel goed dat er inderdaad, zoals u zelf noemt, de handschoen oppakt met de dorpsvisie in Balkbrug. Maar mijn vraag of u dit ook ervaart als, of u een dorps- en wijksvisie ook ervaart als een onderdeel van de omgevingsvisie van Hardenberg, heb ik nog geen antwoord. Ja, voorzitter, volgens mij hebben we ook in de twee mini-colleges die we onlangs hebben gehad over de omgevingsvisie gezegd dat natuurlijk moeten we met elkaar komen naar een gedragen omgevingsvisie voor de gemeente Hardenberg. Alleen het is niet zo dat een opsomming van 29 dorpsvisies bij elkaar, dat dat de nieuwe dorpsvisie of de nieuwe omgevingsvisie van Hardenberg is. Daar zou je simpelweg ook niet bij weg kunnen, want ja, 29 zwembaden, dat wordt ook niet wat. En dan zeg ik niet dat in al die dorpsvisies de wens voor een zwembad is omschreven, maar u snapt wat ik bedoel. Hè? Het is niet zo dat de dorpsvisie één op één leiden tot de omgevingsvisie. Waar ik bij ieder plaatselijk belang wel nadrukkelijk op wijs, jongens, let op, ga alsjeblieft zelf aan de slag met het vormen van jullie dorpsvisie. Dat is ook van jullie, van de samenleving zelf. Hè? Dat is ook dan 2019. En let op, we zijn bezig met de vorming van die omgevingsvisie. Daar gaan we u ook nader nog weer bij betrekken. En probeert u er nou voor te zorgen dat er niet al te veel hiaten zitten tussen datgene wat overkoepelend de omgevingsvisie voor de gemeente wordt en de dorpsvisie die, zeg maar, zelfstandig ook per kern ontwikkeld wordt. Oké, dank daarvoor. Mevrouw Mensing. Ik wil nog heel even terugkomen. Ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. Dus ja, de vraag over het verkeer. Hè. U geeft aan, wethouder, dat u daarover in gesprek gaat. Over de lokale infra. En u geeft ook aan van ik kan daar iets meer over zeggen. Dus ik was even benieuwd wat u daarmee bedoelde. En of u daar wat mee bedoelde. Maar onze vraag is ook van kunt u aangeven of u echt gaat voor het meest optimale manier van de verkeerscirculatie rondom dat punt. We begrijpen echt wel dat die 25 woningen nou niet zo doorslaggevend zijn dat daar misschien wat verandert. Maar het totaal vraagt natuurlijk al veel lange aandacht. En juist dit is het momentum hè, met de onderdoorgang om daar gewoon goed naar te kijken. Nee, mevrouw Mensing zegt het zelf al. Hè? De ondertunneling van de 377 is dé kans omdat als je in het centrum Balkbrug iets wil doen, om dat dan te gaan doen. Dat zijn we ook bij plan. Daar zijn ook middelen voor beschikbaar. Onlangs hebben we het ook met de coalitiepartijen Balkbrug gehad over en hoe gaan we nu dat proces inrichten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de input van Balkbrug zelf, gefaciliteerd door de gemeente, gaat leiden tot een gedragen plan. Dus daar zijn we over in gesprek. Daar blijven we ook over in gesprek. Dus nou, de verkeerssituatie in centrum Balkbrug met die vier kwadranten daarbij speelt daar zeker een rol. Het is alleen wel zo, als je nu afspeelt terug naar de Takenshof, is het niet zo dat de discussie die we daar hebben over hoe gaan we nu zorgen voor een betere doorstroming van Balkbrug, dat dat iets betekent voor de ontsluiting van dit plan. Want in de zienswijze wordt ook nog gevraagd, kun je niet de ontsluiting iets anders neerleggen? Ik geloof dat er gevraagd wordt om tegenover 5 aan te leggen. Hebben ook gekeken, kunnen we daarin meegaan? Maar daarin wordt geadviseerd door verkeerskundigen, doe dat niet, want dat is minder verkeersveilig. Even los van allerlei planloze vraagstukken, hoe je zit met grondposities en dat soort dingen. Maar als u de oproep doet van college, ga aan de slag in Balkbrug en maak van de ondertunneling een kans, ook voor de bereikbaarheidsverkeerssituatie, dan vindt u daar een positief antwoord bij het college. Volgens mij een duidelijke toezegging, mevrouw Mensing. Voorzitter. Ik heb nog een aanvullende vraag. Als eerste dank, wethouder, voor de beantwoording van de vragen. Maar het enthousiasme waarin u die handschoen wilt gaan oppakken, zeg maar, om beter met de coalitie Balkbrug in dit geval in contact te gaan, dat is mooi. Maar ik ben wel benieuwd hoe u dat gaat doen. Want we komen er toch wel vaker tegen, hè, dat mensen op een gegeven moment bij planvorming betrokken zijn. Maar op een gegeven moment dan toch gaandeweg het een en het ander het gevoel krijgen van niet meer gehoord te worden. En afgelopen dagen kwam bij mij elke keer de spreuk te binnen die ik ooit van mijn moeder geleerd heb. Van veel beloven en weinig geven doet een simpele ziel in vreugde leven. En ik wil niet zeggen dat daar nu sprake van is, maar ik krijg het niet uit mijn hoofd. Dus wellicht zou u toch nog ons mee kunnen nemen in hoe u denkt, zeg maar, die betrokkenheid. Want er zijn gouden kansen voor het college om dat te doen. Meneer Breugelman, haal het eens uit het hoofd van de heer Oding. Ja, nou ja. Ik wou bijna de vraag stellen, leeft de heer Oding nu in vreugde? Maar misschien is die vraag wat ongepast. Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo. We hebben ook een aantal, zo eerlijk moet het ook zijn, natuurlijk gaat het niet altijd even goed. We hebben ook een aantal processen gezien waarbij het wel lukt om omgeving vooraf mee te nemen. Nou, ik denk dat er best regulier contact is geweest met ook de partijen in Balkbrug. Maar als zij vinden en schrijven dat dat voor hun gevoel onvoldoende is geweest, dan moet je dat serieus nemen, dan ga je daar naar kijken. En ik denk zelf, als ik het dan even terugdenk van hoe is dat dan gelopen, dan kan ik me voorstellen, en misschien wordt dat ook bedoeld door de briefschrijvers, dat er momenten van contact die er geweest zijn, met name informatief zijn geweest vanuit de gemeente. Hè? Meenemen in de plannen, dit speelt er, dit gaat er komen, dit worden de ontwikkelingen. Terwijl, wat ik net ook zei, dat nieuwe besturen vraagt ook om op het moment dat je het gebied ingaat, input op te halen en open te staan voor de wensen en ideeën die in het gebied zelf leven. Nou, een beetje vooruitlopend inderdaad op datgene wat we straks ook met de Omgevingswet zullen zien. Dus ik denk dat dat de oproep is, ook vanuit Balkbrug. En dan ga ik er graag mee aan de slag. Tot vreugde. Dank u wel, meneer de wethouder. Ik zie iemand opstaan op de tribune. We maken er geen gewoonte van om vragen vanaf de tribune te beantwoorden. Dus daar is geen ruimte voor in deze vergadering, meneer. Dus, ja. Even dat punt van... Ik kijk nog heel even rond of er nog vragen zijn. Want ik zie de heer Geij nog aanstand te maken om een vraag te stellen. Ik vind het een beetje raar. We zitten de hele avond over de coalitie Balkbrug te praten. En volgens mij zijn ze in de zaal. En dan zou je toch ergens een modus moeten vinden om daar een klein voorzitter woord aan te kunnen gunnen, lijkt mij zo. Misschien als ik aan mijn verhaal had toegevoegd dat ook initiatiefnemers meerdere pogingen hebben gedaan om met de buurt in gesprek te gaan, dat niemand was opgestaan. En ik geloof dat dat het geval is. Goed. Ik denk dat er een hele duidelijke oproep ligt van u, raad, aan de portefeuillehouder om in overleg te blijven en meer te gaan met de coalitie in Balkbrug, dat serieus te nemen. Het lijkt me ook goed om het daarmee voor nu als voldoende te beschouwen. De toezegging van de wethouder als voldoende te beschouwen. Maar ook de oproep die is heel helder dat er wel degelijk wat gedaan moet gaan worden. En ik denk dat de wethouder ook na de vergadering beschikbaar is om al even het gesprek met hen aan te gaan. Dan kijk ik even achterom. Als vanzelfsprekend word ik. Dus daar komt de bevestiging. Dus dank daarvoor. Ik kijk nu naar u allen of er nog behoefte is aan een tweede termijn. En dat is niet het geval. Dan rest mij nog de vraag of dit agendapunt door kan naar de volgende vergadering als hamerstuk of als bespreekstuk. Ik hoor niemand wat zeggen. Mag ik daaruit concluderen dat het een hamerstuk mag worden? Ik zou willen voorstellen toch een bespreekstuk. Kunnen we daarmee instemmen? Een bespreekstuk? Ja, dan is dat helder. Hey, u moet het wel laten horen, want voordat u het weet zou ik het afgehamerd hebben als hamerstuk. Dus ja, dat is inmiddels duidelijk. Goed, we gaan dit verder behandelen als bespreekstuk op de raadsvergadering. Dan gaan wij door naar agenda punt 5. En dat betreft de bijstelling van het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2019. En ik kijk weer even rond wie ik het woord mag geven. 50 plus. VVD. CDA. En de ChristenUnie. Dan ga ik deze keer rechtsom. De ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie vindt basisonderwijs zeer belangrijk en ook met name het behoud van de kleinere scholen. Dit stuk geeft hier een mooie uitvoering aan. We hebben nog wel een aantal vragen over de toekomstbestendigheid van dit plan. Zo lezen we in het raadsvoorstel op pagina 4 dat er kosten een aantal jaar worden opgeschoven. Dit lijkt voor de komende jaren gunstig, maar zou de wethouder inzicht kunnen geven, kunnen bieden in de situatie daarna? Verder zien we alleen bij de Wiekslag in Bruchtenveld dat er gekeken is naar multifunctioneel bouwen, zoals de heer Bakker namens CBS De Wiekslag ook mooi omschreef. Wordt hier bij de andere plannen ook rekening mee gehouden? En de paragraaf risico's begint heel mooi met risico 1.1. Maar vervolgens komen er geen paragraaf 1.2 of 1.3, is dit dus ook het enige risico. En als laatst, ondanks dat er wordt geschreven dat de voorspelbaarheid van de prijsontwikkeling beperkt is, vraagt de ChristenUnie zich af of wij voor 2023 nog een bijstelling kunnen verwachten, of verwacht de wethouder met dit plan de komende jaren genoeg financiële middelen te hebben. Ja, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst zijn ook wij content met de bijstelling van het IAP. Als CDA hechten wij veel waarde aan goede onderwijshuisvesting die dicht bij onze inwoners georganiseerd is. En het is goed wat ons betreft om hier continu aandacht voor te hebben. We hebben echter ook nog wel een aantal vragen. In het raadsvoorstel staat geschreven dat er inmiddels diverse voorbereidingen zijn getroffen, zodat de renovaties daadwerkelijk dit jaar kunnen beginnen. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe het staat met de voorbereidingen ten aanzien van de nieuwbouw? In hoeverre is het waarschijnlijk dat ook in Bruchtenveld dit jaar daadwerkelijk de schop de grond in gaat? En ik hoorde de insprekers zelfs al de datum 8 mei noemen. Dus ik ben even benieuwd of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn. Bij de voorbereidingen van het raadsvoorstel, voorzitter, borrelde er een vraag bij ons op aangaande het gebouw De Matrix in woonwijk de Marslanden. Dit gebouw barstte ongeveer uit haar voegen. En dit komt door het toenemende leerlingenaantal en in de beantwoording op een schriftelijke vraag die op 21 augustus vorig jaar is ingediend door 50PLUS, wordt aangegeven dat een tweede onderwijslocatie noodzakelijk is. En kan de portefeuillehouder aangeven wat hier de status van is en of er eventueel ook ontwikkelingen zijn. En in het raadsvoorstel staat ook te lezen, voorzitter, dat de technische uitwerking van de gewijzigde investeringen plaatsvindt in de eerste bestuursrapportage en dat de overige aanpassingen in het IHP zijn verwerkt in de kadernota van 2020. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom het voor de investeringen zoals genoemd in dit voorstel het wel noodzakelijk is om nu al een afweging te maken? Zou het bijvoorbeeld niet zuiverder zijn om alles te verwerken in de kadernota, zodat we dan integraal een afweging kunnen maken? En tot slot, voorzitter, we zien in dit voorstel een aantal, dat er nog naast deze voorstellen, voorzitter, ook nog een aantal renovatieplannen en nieuwbouwplannen op de rol liggen. En kan de portefeuillehouder aangeven of ook deze plannen langs de raad zullen komen. En tot zover mijn eerste bijdrage in de eerste termijn. Dank u wel, heer Brink. Ga ik naar de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wanneer nu alles klaar is in De Velde, dan komt daar een school leeg te staan, het Kompas. Wat gaat er meer gebeuren? Dank u wel. En als laatste de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik was net aan het voorbereiden op een aanvulling op de woorden van de heer Brink. Die, ik zeg niet deze keer, maar in ieder geval wijze woorden sprak, voorzitter. Want natuurlijk vindt iedere fractie huisvesting van onderwijs buitengewoon belangrijk. Dus laat ik daar maar aan aansluiten. Maar vervolgens was het van mijn fractie ook niet helemaal duidelijk wat nou de status precies van dit stuk is. Want als je het op zich leest als zelfstandig raadsvoorstel, dan is het niet altijd even helder wat nou precies de bedoeling is. Ik begrijp dat het een actualisatie is van het IHP wat er al een tijdje ligt, maar als je het zo leest, dan moet je daar wel even doorheen. En mijn fractie vraagt zich ook af wat nou precies de status is, omdat u een paar keer verwijst ook naar dat financiële consequenties inderdaad genomen worden bij de kadernota. Maar ook dat er in de toekomst wellicht wat nadelen komen vanwege de voordelen die op korte termijn ontstaan vanwege het doorschuiven. Staan al die nadelen dan hierin? Of doet u het alleen maar tot 2023? En wat dan daarna? En dat ook mede in het licht van de matrix, die niet in dit voorstel staat, maar toch leert de afgelopen jaren telkens een grote honger heeft naar financiële bijdragen, voorzitter. En laten we eerlijk zijn, als er iets moet gebeuren, dan heeft het ook geen zin om daar 4 of 5 jaar uitstel voor te gaan vragen. Dus dat waren eigenlijk, maar goed, hoofdzakelijk in aanvulling op wat de heer Brink namens de CDA al stelde, de verdieping wat de VVD betreft. Dank u wel. Dank u wel, heer Gelling. Dan ga ik nu naar mevrouw Luiten voor de beantwoording van de vragen. U bent zover. Zeker, hoor ik. Dus het woord aan mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Ik ga gewoon beginnen met de vragen en dan hoop ik dat we niet halverwege in een al te technische discussie belanden. Dat wou ik eigenlijk maar zeggen. Ik ga zo gewoon eventjes het rijtje af. De situatie na 2023 vroeg u naar, meneer Kuipers. Dat, zoals aangekondigd, dan gaat hij iets boven de 2 ton uit per jaar. Hij wordt hoger. We gaan alleen, we hebben er wel over gesproken, we hebben besloten dat niet allemaal door te rekenen, omdat we nu nog niet kunnen zien hoe het prijsniveau en dergelijke in die tijd, tegen die tijd is. Dus alles wat we nu opschrijven is eigenlijk een beetje koffiedik kijken. We kunnen wel ongeveer berekenen wat er nu voor ligt en wat dat ongeveer gaat kosten de komende jaren. Maar daarna, als je het hebt over pardon, scholen die misschien groter worden, kleiner worden, fuseren of niet, dan weet je gewoon niet zo wat daar de bedoeling van gaat zijn, nog afgezien van de bouwprijzen. Dus als u zegt, zijn er meer risico's dan daar nu genoemd staan? Dat 1.1 had gewoon 1 moeten zijn. Er is niet 1.2, 1.3 anders dan dat het leven meestal sowieso anders wordt dan je 5 jaar van tevoren denkt. Want dat zie je ook in dit IAP, dat scholen gepland hadden om misschien eerder al te beginnen met nieuwbouw of renovatie, maar dat dat wordt uitgesteld omdat ze met elkaar in gesprek zijn over samenwonen of fuseren. De onderwijspraktijk verandert natuurlijk voortdurend. Nu wil iedereen een leerplein, je weet niet hoe dat er over 5 jaar uitziet. Dus dat zijn de risico's waardoor je nooit zeker kan zeggen dat er tussen nu en 5 jaar niet ook nog iets anders gaat veranderen. Maar dat is een, nou ja, je noemt het een risico, maar dat is eigenlijk niet meer dan gebruikelijk, zou ik eigenlijk willen zeggen. De voorbereidingen voor de nieuwbouw. Ik ga even over naar de vragen van het CDA door meneer Brink, voorzitter. U heeft het net kunnen horen dat de bedoeling is dat op 8 mei de schop voor de wiekslag de grond ingaat. Dus dat zou op zich heel mooi zijn als er daadwerkelijk ook begonnen kan worden. Vooral omdat de wiekslag al een tijdje wacht op eventueel, nou ja, in de hoop op groen licht, maar in ieder geval een licht van enige kleur. Dus ja, het is wel de bedoeling. We hebben natuurlijk dit IAP ook met de scholen de afgelopen maanden uitgebreid besproken. En iedereen onderschrijft dit ook en heeft zijn voorbereidingen daar ook op getroffen. Dus dat is wel de bedoeling dat dat ook feitelijk gaat gebeuren. U zegt, goh, ik heb iets gehoord over een tweede locatie in de Marslanden. Dat klopt, dat is, vorig jaar is dat geantwoord op een vraag. En daar wordt op dit moment een locatieonderzoek uitgevoerd om te kijken wat daar de beste locatie is. Dat is sowieso de gangbare procedure. Als er een school moet komen, we hebben dat net ook achter de rug bij de Krim, of zo goed als bij de, achter de rug, dan wordt daar een locatieonderzoek gedaan om op allerlei terreinen te kijken wat de beste locatie is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met nou ja, aan- en afvoer van leerlingen, wou ik bijna zeggen, maar de verkeerssituatie heet dat officieel. Maar ook met, nou ja goed, is het in de buurt van winkels of juist niet? Wil je het in de buurt van een buurthuis of een verzorgingshuis of juist niet? Al dat soort aspecten komen daar aan de orde. En dat wordt nu voor de Marslanden uitgevoerd. Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen, meneer de voorzitter? Meneer Brink. Nou, kijk, de reden waarom ik dit vraag is ook meer van, kijk, ik zie het in het IAP nu niet terug. Mm-hmm. Ja, goed, we hebben natuurlijk vorig jaar ook een goedkeuring gegeven om de wijk Marslanden uit te breiden. Daar wordt nu volop aan gewerkt. Hè? Dat zien we ook allemaal. Ja, en het zou zo jammer zijn als je dan achter de muziek aanloopt. Hè? Dus dat is mijn vraag van, hey, nou, hoe lang duurt zo'n onderzoek en wanneer worden wij er ook als raad in betrokken? Dat zou ik wel graag nog even willen weten. Voorzitter, ik kan meneer Brink geruststellen dat wij als college liever ook niet achter de muziek aanlopen. We doen ons best in ieder geval om dat niet te doen. En vandaar dat dus ook de opdracht voor dat locatieonderzoek in de Marslanden ook al is verstrekt. Dus dat loopt nu, zodat we juist nu dat helemaal wordt ingevuld en ingetekend, zou je kunnen zeggen. Nu al met elkaar nadenken, ook in dit huis, van wat zou dan de beste plek voor een school zijn. En zodra daar meer over bekend is, dan komt dat ook vanzelf naar uw raad. U zegt, goh, zullen we even alles in de kadernota, is dat niet beter om dat met z'n allen te doen? Nou, dat zou wel kunnen, behalve dan dat dan op 8 mei geen schop de grond in gaat in Bruchtenveld. Dat gaat dan natuurlijk niet gebeuren. En bovendien, dit IAP is ook wel zo opgezet dat, dat dit een doorkijk voor meerdere jaren, dat komt in de kadernota, maar u heeft als raad wel degelijk vastgesteld dat u elk jaar het budget beschikbaar stelt. Dus dat betekent dat, tenzij er helemaal niets verandert, dan, of tenminste, dan komt er volgend jaar nog een keer, kunt u opnieuw het bedrag voor 2020 vaststellen wat in dit IAP staat. Dus de meerjarenperspectief is voor de kadernota, maar per jaar stelt u dat budget beschikbaar voor wat er op dat moment in het IAP staat. Dat is ook een reden waarom we dat eens in zoveel tijd herijken of actualiseren. Omdat, nou ja, wat ik al zei, het IAP wat we 2,5 jaar geleden hebben gemaakt is natuurlijk inmiddels weer door de werkelijkheid achterhaald. Dus u zal over een aantal jaar opnieuw een actualisering krijgen. Dus mag ik daar nog een aanvullende vraag stellen? Zeker, Gelling. Want dat is natuurlijk zo, alleen we zien wel in het overzicht dat het weer iets tegenvalt, hè? Dat de bedragen wat anders worden. En dan is het natuurlijk wel prettig, alvorens je daar iets van vindt, dat je ook het grote geheel ziet van wat er eventueel nog meer zou hebben kunnen tegenvallen of wellicht in het denkbare geval mee zou hebben kunnen vallen. Zodat je in ieder geval niet nu een besluit neemt wat behoorlijke financiële consequenties heeft en dan achteraf toch achter de muziek aan gaat lopen als je ziet dat, dat het gaat wringen met de financiële middelen. Dat is ook de reden waarom u nu na 2,5 jaar alweer een actualisering voor heeft liggen. Omdat we zagen dat wat we in het IAP hadden opgenomen nog tegen de bouwprijzen van toen, om er eens wat te noemen, plus een aantal nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland. Dan is het gewoon niet meer actueel. En dan wil je er toch opnieuw nog een keer, dan wil je het bijstellen en zorgen dat het weer klopt. En dat is wat nu voor ligt. Ja, dat kost meer geld, maar dat is ook een beetje, dat is helaas, heeft dat gewoon ook met de economie te maken. En daar komt bij, als ik mijn zin mag afmaken, zeker, voorzitter, dat de vergoeding die wij uit Den Haag krijgen per leerling om te bouwen, die is ook totaal niet meer in lijn met de daadwerkelijke prijzen. En bovendien, duurzaamheid stelt ook nog eens een keer extra eisen. We zijn in VNG-verband ook wel bezig met lobbyen in Den Haag, want elke gemeente in heel Nederland heeft hier last van, om te kijken of in ieder geval de vergoeding vanuit het Rijk ook wat meer in overeenstemming kan komen met de werkelijke prijzen. Heeft daar een hele lange zin, mevrouw Luiten. Ik ben dat punten aan het tellen en het zijn er inmiddels al een paar en het zijn geen komma's meer. Dus ik ga toch even naar de heer Gelling toe. De heer Gelling, anders is hij zijn vraag kwijt. Nou, die kon ik nog even onthouden, voorzitter. Maar dank voor deze interruptie. Want ik begrijp wat u zegt, hoor, dat het IHP een actualisatie nodig heeft vanwege verandering omstandigheden. Dat ligt ook hiervoor. Maar het zou wel prettig zijn, en dat hoor ik ook uit de woorden van de heer Brink, als je deze veranderingen zoals ze hier liggen, die dus wat tegenvallen, zou zien in het totaal van de status quo van uw financiën. Want de begroting gaf al niet zo heel veel ruimte voor heel veel tegenvallers, althans naar de VVD-mening. U dacht daar wat anders over. Maar wij zouden het dus fijn vinden als niet alleen deze bedragen sec hier staan, dat het wat tegenvalt, duidelijk. Maar hoe verhoudt zich dat en is daar ruimte voor in het totale financiële plaatje van de gemeente? Dat is wat bij de kadernota natuurlijk voor ligt. Precies, maar daarom zouden wij ook het volgens mij logisch vinden dat je dit verhaal ook bij de kadernota behandelt dan. Dat zou kunnen, behalve dat dan het beschikbaar stellen van het budget voor 2019 wel heel erg wordt uitgesteld. En nu ligt met name, dat staat ook in het raadsbesluit voor, of u in ieder geval ook de jaarschijf 2019 zou willen vaststellen, zodat de scholen daar ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Dat ziet u als een van de sluitpunten in het raadsvoorstel op de eerste pagina. Lijkt me voldoende beantwoord. Dan nog een vraag van meneer Brink, voorzitter, over de renovaties, of die nog in de raad komen. Dat dachten wij u niet mee te hoeven te belasten. Tenzij u dat ontzettend leuk vindt, dan kunnen we dat heel graag doen. Maar in principe hebben we gezegd, de renovaties die worden gewoon door het college getoetst en de plannen beoordeeld. Dat is wat in dit raadsvoorstel in ieder geval is opgenomen. Voorzitter. Meneer Brink, u vindt het leuk, begrijp ik. Wat zegt u? U vindt het leuk, begrijp ik. Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Maar ik vind ook heel veel dingen niet leuk. Waar het mij even om gaat, dus ik heb de vraag misschien een beetje verkeerd gesteld. Maar waar het mij even om ging is van, kijk, er staan natuurlijk meer plannen in dat IAP, hè. En, in hoeverre worden wij daar als raad in meegenomen? Dat was eigenlijk een concrete vraag. Nou, het idee is dat u 1 keer per jaar deze vraag krijgt of u die jaarschijf beschikbaar wilt stellen. En daar vallen dan de plannen onder die in dat jaar op de rol staan. Daar wilde u niet voor elke renovatie voor €15.000 een heel plan opsturen. En tot slot... wat er gebeurt met de kompas, de vraag van meneer Schuurman, voorzitter, dat weten we nog niet. Dat is op dit moment nog niet bekend, daar hebben we het nog over. Maar sowieso hebben de scholen gekozen voor het gebouw in Den Velde, omdat dat veel nieuwer en bruikbaar is. Dus vandaar is de keuze voor Den Velde komt uit de scholen. En dat betekent dat wat er met het Radewijkgebouw moet gebeuren, nou dat daar is nog even tijd voor. Sowieso omdat de scholen daar voorlopig nog gebruik van blijven maken. En daarmee ben ik, dacht ik, aan het... Ja, maar volgens mij heeft de heer Kuipers nog een verduidelijkende vraag. Dus als ze dat in deze termijn mee zouden kunnen nemen, dan denk ik ook dat we er zo ongeveer zijn. Heer Kuipers, nu het woord. Ik had nog een vraag gesteld over multifunctioneel bouwen. Dat zie je bij de Wiekslag wel terug in het plan, maar bij de andere plannen zeg maar niet. Wordt daar nog rekening mee gehouden? Wat ons betreft houden we daar altijd rekening mee, omdat, omdat we daar, wanneer dat goed gebeurt, ook voorstander van zijn. Je ziet in de Krim nu natuurlijk dat als alles doorgaat zoals ze van plan zijn, heb je daar een buurthuis en een school bij de schaatsbaan en een sport, nou ja, enzovoort. Dus heel veel functies komen daar samen. 2 scholen ook die daarheen gaan. In Balkbrug wordt ook gesproken over niet alleen 2 scholen, maar ook wellicht een bibliotheek en dergelijke. Dus waar dat kan en waar het ook voor het dorp beter is, dan kijken we daar absoluut. Heer Staupstra, aanvullend, verduidelijkend. Verduidelijkend. Ja, het kan aan mij liggen, maar ik snapte uw beantwoording niet ten aanzien van het langere financieel perspectief. Daarvan zei u van, nou, we kunnen een paar jaar kunnen wel inschatten. Maar als het langer dan 5 jaar doet, dan wordt het te moeilijk. En dan kunnen we geen inschatting van maken. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, we kunnen wel een inschatting maken, alleen dan geef ik u bijna op een briefje dat wat wij nu inschatten tegen die tijd waarschijnlijk wel niet meer zal kloppen. Nou ja, dat is het mooie van iedere gemeentelijke begroting, daar komt hetzelfde van uit. Ja. Dus het zou wel handig zijn als we gewoon dat perspectief even kunnen zien. Want we kunnen ook zien wat de verschuivingen voor effect hebben. Ik heb het gevoel nu te kijken naar maar een heel kort tijdsframe. Terwijl ik graag het naar een veel groter tijdsframe zou willen zien. Ja, dit is het tijdsframe wat het IHP altijd heeft. Dat loopt altijd 4 jaar door. U zegt eigenlijk, ik zou nog wel een langer doorkijkje willen hebben. Nou ja, voor wat het waard is, we hebben dat liggen, maar we vonden dat iets te, nou ja, te wankel, zal ik maar zeggen. Simpel om die reden. Maar als u daar naar wil kijken, dan kunnen we u daar wel onder voorbehouden, of tenminste met deze voorbehouden dat laten zien. Als u dat wil, dan kan het. Ik hoor daar een toezegging, meneer Staupstra. Dan heeft u toch maar even de valreep bereikt. Voorzitter? Ja, voorzitter. Ja, Gelling. Ja. Ik zou ook nog graag een toezegging willen. Doet uw best eens. Doet uw best eens. Dat is niet omdat het is geen Sinterklaas. Nou, nee, maar ik ben serieus. Want in het verlengde daarvan begrijp ik nu, wat al eerder duidelijk werd, dat Bruchtenveld de schop in de grond moet. Nou, dat is dan, maar het zou mij wel plezieren als voor een volgende doorkijker van volgend jaar, dat u het dan wel laat samenvallen met de kadernota. En dat u misschien in de planning dat u er rekening mee houdt. Want het is nu inderdaad, je krijgt nu het gevoel dat je wel een stukje ziet, maar dat je het grote geheel mist. En ook de inpassing in de gemeentelijke begroting. Of althans de status quo op dat moment, die zouden wij in ieder geval prettig vinden. Dus dat is de toezegging dat u voor de volgende keer probeert om het IAP te laten samenvallen met de kadernota. Nou, het zou mooi zijn als het inderdaad Sinterklaas was, voorzitter. En ik toezeggingen kon rondstrooien als waren het pepernoten. Maar ik weet nog niet direct of ik deze toezegging daadwerkelijk zou kunnen doen. Omdat dat gewoon simpelweg met timing te maken heeft. Daar komt bij op het moment... Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat voor 2020 er niet zulke grote verschillen zullen voorliggen als nu het geval zijn. Dus wat dat betreft kunt u bij de komende kadernota kunt u dat inschatten als het goed is. Dus dan bent u daar voor een aantal jaar mee gedekt en alle wijzigingen komen dan langs. Voor u geen pepernoten, heer Gelling. Is dat voldoende zo? Voor de jaren gedekt, voorzitter. Dat is ook wel prettig. Goed, ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn. De heer Brink. Ik wil nog even één vraag over de matrix. Ik ben ook niet helemaal gerustgesteld daarover. Want u zegt, ja, er loopt nu op dit moment een locatieonderzoek. Nou, dat is op zich wel heel mooi. Maar ook om daar dus water in te houden. Op het moment dat u denkt van, hé, we hebben een locatie gevonden en we kunnen daar iets gaan doen. Komt dat dan als een separaat voorstel naar de raad terug? Of moeten we dan ook eens wachten op het IAP? Hoe gaat dat? Er staat nu een deel opgenomen voor, waar ook bij staat het deel doekers. Maar in principe, dat is natuurlijk niet voldoende. Dus als we daar echt een heel nieuw gebouw gaan neerzetten, dan komt dat terug. Ja. Zeker. Voldoende. Goed, ik kijk nog één keer rond. Mag dit het zijn voor deze termijn? Dat is het geval. Dank u wel, mevrouw Luiten. Dan kijk ik nog even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ik schat zo in van niet. Dat is niet het geval. Dan rest mij de vraag of dit naar de raad kan als hamerstuk of als bespreekstuk. Ik hoor hamerstuk. Ik zie instemmend knikken. Ik denk bespreekstuk. Namens de ChristenUnie een bespreekstuk. Gaat het als bespreekstuk naar de agenda? Ik kan u niet verleiden om eventueel, als u nog wat aanvullende vragen heeft, die beantwoord te krijgen. En of u wilt... Nee? Oké, helder. Nee, goed, ik probeer even wat af te tasten. Heel duidelijk, bespreekstuk naar de raadsvergadering. Dank u wel. Dan zijn we nu aangekomen bij de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij de sluiting. Bedankt voor vanavond. Wel thuis, rij voorzichtig en zometeen is er denk ik nog een klein drankje na. En tot de volgende keer. Dank.